Het zijn moeilijke tijden, waaronder voor de horeca. Daarom kwamen zaterdag meerdere captains samen van dartteams die in de Gouden Regenbar spelen. Zij hadden namelijk een speciale verrassing in petto voor de eigenaar van de kroeg. Nou, we gaan straks naar Marius van de Gouden Regenbar met een heleboel captains. We hebben allemaal geld ingezameld voor hem. Omdat hij toch altijd voor ons klaarstaat als wij daar op de avonden spelen. Hij hapjes, drankjes, dat regelt hij allemaal. Dus we willen toch wat terug doen. We gaan straks met z'n allen gaan we de auto zien naar zijn huis toe en heel die straat op zijn kop zetten voor hem. Hey vriend! Hey gozer jongen! Ja, kom binnen! Marius! 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 Ja, schandioos. Weet je dat de mensen de moeite nemen om dit te doen? Je ziet elkaar toch een tijdje niet. En dan laat toch laten zien dat ze je niet vergeten zijn. Ja, dat geeft wel onwijs voldoening voor wat je doet. Want ja, je doet het niet alleen voor de zaak, maar ook voor de mensen. Want ja, dat vind ik juist leuk om mee om te gaan. En ja, dat is dan toch ook blijkbaar wederzijds. Dus ja, grandioos. Want ja, je bent dag en nacht bezig en ja, ineens is het over. En je weet niet wanneer je weer open gaat. Het is toch top dat mensen aan je denken dat je het niet voor niks hebt gedaan. Ik wist van niks, anders was ik natuurlijk al lang pleiter geweest. Hallo is de naam, doen we het goed. Ik dacht daar natuurlijk. En als ik een clipje ga maken en ik bel Marius op. Joh Marius, doe je mee met sponsoren? Nou, hij hoeft niet eens na te denken. Ja joh, ik hoor het, je ziet het wel, maak maar. Dus, zo is Marius, hij is een gunner. Dus ja, waarom zou ik hier niet staan? Hij is echt een man van leven laten leven, dus ja, dan ga ik hier ook staan. Oh Den Haag, mooie stad, Hakkeren. Ik vond het hartstikke leuk, zeer dat we hem dus aanbelden aan de voordeur. En dat hij zeer verrast was dat we denk ik met z'n allen hier als team captains voor de deur stonden. Ik was onwijs verrast. Er kwamen eerst twee vrienden van me langs. Dat doen ze eigenlijk nooit, weet je, dat ze voor de gezelligheid langskomen. Want ja, zo gezellig zijn ze eigenlijk niet. Ik heb wel heel verhaal over vertellen, maar ik wil het niet uitweiden. En toen zag ik ineens Fred voorbij lopen. Ik denk, nou, het wordt nog druk ook. Ja, toen stond iedereen buiten. Ja, top. Helemaal top. Goed geslaagd feestje, coronavrij. Hartverwarmend, super.